Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro en ik ben terug van weg geweest. Ik ga vandaag een vlogje maken, een day in the life van Dardro. En waarom? Eén, omdat ik lang ben weg geweest. En ten tweede, omdat ik een beetje een verandering heb gedaan in mijn leven. Ik ben momenteel onder coaching van Jim Stout. Dat is eigenlijk een maat van mij van vroeger. Dat is nu mijn coach geworden. Die zit bij Team Winnelings. En ik ben daar dus bezig voor mijn voeding op punt te houden en mijn fysiek te verbeteren. Dus ik wil dus weer back in de fitness scene het een en ander gaan verwezenlijken. Ik heb een jaartje stilgelegen. Het afgelopen jaar ben ik echt ontzettend dik geworden. Ik woog tot enkele weken geleden 97 kilo op 20,3% vet. Dat is eigenlijk gewoon zeer triestig. Ik voelde me de laatste tijd ook niet echt meer, wel mannelijk, maar niet echt meer de man die ik was als ik elke dag in de gym zat. En dat gaan we nu dus terug veranderen. Dus ik denk dat ik nu in totaal 3-4 weken echt heel goed terug bezig ben. Ja, want volgende week moeten we naar de opmeting gaan. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik op die maand tijd al zot veel verschil heb gemerkt, zowel fysiek als mentaal, dat ik gewoon hier een video van moet maken om te laten zien aan jullie dat fitnessen of sporten of whatever, of gezond leven, belangrijk is. Dus je mocht nog altijd wel een frietje gaan eten of whatever, maar over het algemeen 80% zorgt dat je te goed leeft en doelbewust leeft, want anders zet het eraan voor de moeite. En door deze video op te nemen zijn mij twee dingen opgevallen. Punt 1. Ik stink uit met een bek, dus ik moet mijn tanden poetsen. En punt 2. Mijn haarlijn is fucked, dus we gaan naar de kapper, denk ik. Als er niet te veel volk zit, gaan we naar de kapper, want ik ga eerst naar de markt gaan. Want ik moet nog aardbeien halen en cashewnoten voor mijn voedingsschema. En dan nog naar de winkel gaan, maar we gaan eerst eens kijken of er op de markt bij de kapper veel volk zit. Maar voor we vertrekken naar de markt, is belangrijk om Calippo wakker te maken. En ook belangrijk om een vitamine te nemen. Vitamine D3, vitamine maximaal, dat zijn eigenlijk gewoon multivitamine. Je moet wel springen en vliegen. Hè. Niet vliegen en dan willen springen, want dat gaat niet lukken. Hè. Dan, omega 3. Heel belangrijk, want er zit enkel in vette vis. En aangezien in olijfolie, en aangezien dat wij niet heel veel olijfolie en vette vis eten, is dat nodig om bij te supplementeren. En ashwagandha. Ashwagandha is eigenlijk heel simpel een product, een natuurlijk product, een plantenextract, wat ervoor gaat zorgen dat jij je cortisol verlaagt. Je cortisol is een stresshormoon. En je stresshormoon heeft heel veel invloed op je testosteronspiegel, op je gewoon manier van zijn op je leven. Dat is heel belangrijk om dat te controleren. Zodat ik niet de hele dag door het leven moet gaan als een flipje, wat zo heel hysterisch en helemaal zenuwachtig is. Ja, en kijk, zeg hallo tegen de mensen, dat is lang geleden. Ja. Hé, hey, pas op, blijf daar vanaf. Geef hier, dat is het boodschappenlijstje. Eieren, kip, cashewnoten en aardbeien. Ja? Allee, nu ga ik verder doen. We zijn nu op de markt aangekomen. Het is wel wat volk precies. Het is wel wat terug wat wennen om met de camera rond te lopen. Het eerste kraam dat we passeren, dat is de hamburgerkraam. En die komen voor cashewnoten en aardbeien. Hey, voor mij maak ik twee bakjes aardbeien. Ja. Dat was het. Maar ja, wel ja. Zeg maar het zakje. Dat was het. Hopla, ik kan het doen. Ciao, jongen. Oké, op naar de kapper, want ik ging normaal noten halen. Maar dat kraam van de noten staat er helemaal in ook vandaag niet, dus dan heb ik wel een probleem. Moet ik naar de winkel vandaag ook nog noten meenemen, anders, want ze zijn op. Ik kan wel wachten bij de kapper. Ik heb een koffie gekregen. En ik ga gelijk mijn kip bestellen. Ik moest al mee. Eerst naar de winkel en dan gaan we naar de gym. Ik weet nog niet met wie, ook waarschijnlijk met de moes, maar dat gaan we zelf zien. We zijn bij de kapper, we gaan er aan beginnen. En hoppa, het begint te regenen, net van de kapper terug. Dus nu naar huis gaan, de auto pakken en dan nog snel naar de winkel voor we gaan trainen. Maar ik weet nog altijd niet met wie dat we gaan trainen. Dus ik ga een keer bellen, wacht even. Yo maatje, smakelijk. Ik ben net buiten bij de kapper. Zeg maar 2 uur ten laatste moet ik wel, want ik moet om 4 uur live. Zou we alles goed maken? Tot morgen. Oké, de moes, dat wordt de krap vandaag. Dus dan gaan we oftewel alleen trainen, oftewel eens kijken in de fitness wie dat er aanwezig is om dan samen te trainen. Maar vragen de mensen zich waarschijnlijk af waarom moet er iemand samen trainen? Je gaat dat wel zien. Dus je alleen traint, dat is niet hetzelfde. Je moet zo die limieten opzoeken. Je moet zo altijd tot falen gaan. Met een klein beetje spotten, dat is zoveel verschil. Dat is echt niet normaal. Dat is merkbaar verschil. Dus bij deze, we gaan eens kijken wie dat er nog kan vandaag. Want zoals ik zei, de ex-collega van het leger die heeft afgezegd. Want die was opgeroepen geweest om toch te gaan werken vandaag. Dus ja, dat is wel kut. Maar in ieder geval, Andy, als je deze ziet, maat, je hebt nog een training te goed. Lekker zo'n aardbei, zeg. Vers van de markt van de boeren, hè. Super cute. Maar ik heb wel een probleem, of ja, een probleem. Mijn voedingsschema, de helft is niet meer in huis. Dus ik moet naar de winkel gaan. Mijn pre-workout zou normaal gezien, ik ga kijken. Normaal gezien Coco Pops met
met amandelvrije melk. Maar dat ik er volgens mij net niet ga koken. Ik heb 65 gram nodig en dat is sowieso minder. Maar ik ga deze al pakken. Dan heb je daar straks wel bij. Want dat zijn voornamelijk suikers. Dus wat doe ik dan? Dan kijk ik op die doos. En dan weet ik, ah ja, 65 gram, dan reken je dat uit. Dan is dat zoveel dingen. Alleen dan stel ik mijn app op mijn gsm. Er zijn zoveel koolhydraten. Voor de rest zit er vrij weinig in. Beetje vezels, maar ja, die moeten niet tellen. En dan je eiwitten. Dat is 11 gram per 100 gram. Dus dan berekenen dan een beetje hoeveel calorieën dat je het eigenlijk minder hebt gegeten. En dan ga je dat proberen ergens anders bij hem toe te passen. Maar je moet zorgen dat je macro's hetzelfde blijven. Dus dat die ongeveer op dezelfde hoogte blijven. Dus macro's wil zeggen, je hebt de koolhydraten, je vetten en je eiwitten. Ja? Dus je hebt daar een verhouding in die dat je aanhoudt. En daar moet je altijd naar kijken. Dat is het belangrijkste. In principe moet je binnen je caloriebehoefte blijven om af te vallen of om bij te komen. Als je echt doelbewust wilt gaan eten, ook voor spierenbouw en dergelijke, is het heel belangrijk dat die eiwitten hoog zitten. In dit geval, ik wil afvallen, is het heel belangrijk dat die vetten redelijk hoog zitten. Hoe raar het ook klinkt, maar hoe hoger dat geen vet zit, hoe meer vet je gaat verbranden. In theorie. Niet heel letterlijk nemen, maar het is wel zo. Veel mensen denken, oh, ik wil afvallen, dus ik ga geen vet eten, want dan word ik dik. Nee, dat is niet waar. Dat is alles behalve zelfs zo. Want je hebt je vetten nodig om dus je oven van binnen deftig te laten marcheren. Hè. Het heeft geen nut om je vetten te laten, want je gaat uiteindelijk zorgen dat je lichaam veel minder goed gaat verteren en gaat verbranden. Dus het is nodig dat die vetten hoog zitten. Zo kleine leuke weetjes tijdens de vlog. Zo belangrijk vind ik. Zeker als je hetzelfde wilt gaan doen dan wat ik aan het doen ben. En als je hetzelfde wilt doen, laat je altijd begeleiden. Ten alle tijde. De beste coach heeft ook een coach. Onthoud dat heel goed. Dus ik heb een app van de coach waar het dus in staat wat ik mag eten. Ik ga het gewoon laten zien, het is heel simpel. Mijn ontbijt bijvoorbeeld is 568 calorieën. En dan staat er perfect wat je mag eten. Voilà. Mijn ontbijt is 568 calorieën. En dan kun je ook zien dat je zoveel gram van elk moet gaan eten. Dan moet je gaan afwegen, dat is belangrijk. Elk puntje gaat door het mondje als je wilt afvallen, als je wilt bijkomen. Dan moet je weten wat je eet. Want als je dat niet weet, dan weet het niet. Ja, logisch. Maar mensen zeggen, ja, ik kom niet goed bij of ik val niet goed af. Wat eet je? Die weten dat niet. Die weten niet exact wat ze eten. Dus je lichaam gaat een bepaald aantal calorieën per dag verbruiken. En als je daar boven gaat, dan gaat het bijkomen. Gaat het daaronder, dan gaat het afvallen. Ja? Maar als jij niet eens weet hoeveel je lichaam nodig heeft om dus je dagelijkse bezigheden te onderhouden. De ene heeft een bureaujob, de andere werkt in een bouw. De andere is elke dag 2 uur duursport aan het doen. De ene is een professionele voetballer die 3 keer per dag traint. Allee, dus er zijn zoveel verschillen eigenlijk in wat dat je mocht eten en hoeveel dat je verbruikt. Hè? Want iedereen denkt van, oh ja, maar ja, als je zoveel eet, dan kom je erbij. Nee, dat, voor iedereen is dat afzonderlijk. Dus bij deze. Korte pops, pre-workout, ga ik binnenkletsen. Met een bagel ga ik ook binnenkletsen. Met een beetje confituur. En dan gaan we op naar de gym en gaan we vandaag als kapot vegen. Ik heb er zin in, het is vandaag pool day. Dus ik zie je zo meteen in de gym. Ja, we zien er weer fancy uit. Schoenen, matchen met outfit. Zo moet hij, mannen. Op in de auto. En dan toch eerst naar de winkel gaan. Zodat ik daar al vanaf ben. Want anders moet ik met een hele zweet terug en een zweet outfit naar de winkel gaan. Dat is niet handig. Dus eerst naar de Albert Heijn. Oké, we zijn er bij de Albert Heijn toegekomen. En wat hebben we nodig? Ananas, eieren, echte kokopops en water. Oké, dus als je mijn Instagram volgt, heb je het al gezien, maar deze is de gym. Ik ga daar later meer over laten zien. Ik weet niet of jullie het interessant vinden om eventueel een fitlog terug te zien. Zoals vroeger, maar dan in deze gym. En ja, frequenter. Dus meer gaan filmen. Dus meer dan 5 afleveringen. Dus gewoon daar meer mee bezig gaan zijn. Meer te laten zien wat we doen. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het zeker weten in de reacties. Als dat zo is, dan ga ik daar heel snel werk van maken. Dat we dat gefixt krijgen. Maar deze is eigenlijk de gym. Dus dat is fucking nice als je kunt horen. Ik heb ook mijn eigen muziek op staan, dus dat is super nice. Nu is er niemand, dus ik moet ervan profiteren. Anders dan vraag ik altijd welke muziek wilt je en dan is het ja, waarschijnlijk hardstyle of weet ik veel wat techno, heb ik er ook al gehoord van alles. In ieder geval, super nice. Ik heb er geen last van allemaal gasten die aan het flirten zijn met meisjes en die meer bezig zijn met hunzelf dan met hun training of met andere mensen. Nee. Dat doet hij helemaal niet. Dus deze is een fucking nice fitness. Allemaal oldschool toestellen. Kijk, dat zijn gewoon dat zijn toestellen. Dat is insane, hè. Heel veel Panatta toestellen dat hier ook staan. Oké, we zijn er vanaf. Helemaal. Nou, dat klote getraind.
En nu live van 4 uur, van 4 tot 9 op Twitch. Oké, net thuis. Dus nu heel simpel de boodschappen leegladen. Met een scalipootje. En dan, mijn pc heb ik net ook opgezwierd en dan gaan we livestreamen. Hè. Dan gaan we live van 4 tot 9 en dan zit de dag erop en dan is er morgen weer een nieuwe werkdag. Dus bij deze live gaan. Tussendoor nog een beetje eten, zodat al mijn eten binnen is. Dan s'avonds douchen pakken en slapen. Hè. En zo ziet mijn dag eruit. Dus voor de rest ga ik heel weinig nog te laten zien hebben vandaag. Dan zien we gewoon gaan streamen en dan in ons bedje kruipen flikken. Dat is waar, hè. Dus gaan we de vlog afsluiten bij deze. Dikke merci om te kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties hier beneden wat jullie ervan vonden van de vlog. Of jullie meer van deze content willen zien. En of de fitlog moet terugkomen. Trouwens, nog een disclaimer. Ik ben terug naar Twitch gegaan. Dus als je mijn vorige video bekijkt hier op mijn kanaal, dan zie je dat. Dus het is vanaf nu elke dag te doen op www.twitch.tv/dardro. Dus daar zijn we elke dag live. Als je extra content wilt zien, dan niet hier op YouTube komt, dan is het daar de place to be. En voor de rest met social media. En kun jij nu een keer eens doen? Ik kom op met de show. We gaan de vlog afsluiten. Dan zeggen we zoals altijd, flipje, flex die biceps. En joejoe! Ja, joejoe. Welkom bij de Dardro fam. Schuif maar aan en join the chat.